U luistert naar de DCDW-podcast, gepresenteerd door Paul de Vries. Elke week praat Paul met interessante gasten over actuele online automotive onderwerpen. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl, Marktplaats, Autodata Nederland, Taggle Auto, you name it, en tevreden.nl. Welkom op de DCDW-podcast van deze week met als gast Kees van den Berg van Taggle Auto. Kees is commercieel directeur van ISN, beter bekend van Taggle Video, waarmee je op een geautomatiseerde manier video's kan plaatsen op onder andere YouTube met een voice-over. Kees is 40 jaar oud, vader van 3 kinderen en komt uit een typisch ondernemersgezin. Kees ziet de grootste uitdaging in de opleiding en begeleiding van het personeel in de automotive. Taggle Auto daarentegen is nu ook in Duitsland begonnen, waarmee direct ook Kees zijn grootste uitdaging is geworden. Kees, welkom op deze podcast en kun je wat meer vertellen over deze intro? Ja, dankjewel Paul. Bedankt voor de uitnodiging. Je zegt een aantal dingen. Inderdaad, het ondernemersgezin, ja, daar kom ik inderdaad uit. We hadden vroeger een slagerij thuis, 2 zelfs. En daar leerde je eigenlijk al gewoon echt het omgaan met mensen. Hè? Ja. De klantenkennis en van de klant eigenlijk in de watten leggen. Van wat wil een klant en speel daar op de juiste manier met in. En eigenlijk kan ik zeggen dat dat eigenlijk de rest van mijn leven misschien wel zo gebleven is. Want vandaag in de dag geldt dat nog steeds in mijn rol. Van hoe ga ik in op die behoefte van onze klant, om het zo maar te zeggen. En als ik je gaf aan eigenlijk dat daar ook mijn grootste uitdaging zit. Deels is dat inderdaad ook zo. Hè. Ja. Ik heb leiding te geven aan een groep van 20 man. Ja. Ik ben eigenlijk continu op zoek van we moeten in dat gat springen waar klant behoefte aan heeft. Hè. We moeten niet iets willen verkopen. Nee, we moeten eigenlijk de klanten gaan helpen. En dat is eigenlijk continu de focus binnen ISN van hoe kunnen we die klanten optimaal helpen. Mm-hmm. En zo zijn we eigenlijk ook met Taggle Auto in dit geval binnen de automotive in dat videogat gestapt. Ja. Dat we gewoon zien en merken dat video, je creëert zo groter bereik eigenlijk door het inzetten van video. En helaas nemen de autobedrijven gewoon tot op heden nog steeds geen tijd om die video's te maken of hebben geen tijd, maar net hoe we het willen vertalen. Te weinig tijd. En dat is eigenlijk continu het spel waar we tegenaan lopen. Van hoe kunnen we het geautomatiseerde proces zo optimaal mogelijk maken? Ja. Daarnaast hebben we uiteraard ook een middel om wel zelf de persoonlijke video's te maken. Dat is onze app, die we eigenlijk ook gewoon meeleveren bij ons product. En dat stimuleren we ook heel erg, maar voor eigenlijk de autobedrijven die zeggen van ik heb daar gewoon geen tijd voor. Proberen we dat gat te vullen met ons geautomatiseerde proces. En Kees, de eerste keer dat ik met Taggle Video te maken kreeg was een aantal jaren geleden via Autodata. Ja. Via Wielen Delta. Klopt. Ja. Toen was het volgens mij het achter elkaar zetten van foto's met een tekstbestand erbij, wat er allemaal op de auto zat, en dat geautomatiseerd een video maken. Ja. Maar jullie zijn nu veel verder. Wat doen jullie nu exact? Ja. Nou, het gaat zelfs nog eigenlijk een stap verder terug, het hele videodeel. Okay. Wij zijn ooit in aanraking gekomen met PON Nederland. Ja. En wat wij eigenlijk hebben gezien is dat ik moet het eigenlijk anders vertellen. De auto's werden steeds technischer. Dus wat wij eigenlijk ook merkten is dat verkopers eigenlijk ook steeds meer technische dingen moesten gaan uitleggen aan de consument. En met tekst is dat nog best wel lastig soms. Ja. Hoe leg ik Blue Motion uit en hoe leg ik Lane Assist uit en ga ze maar door. Dus met beeld maakt dat het eigenlijk veel makkelijker. En we zijn toen eigenlijk gestart. Toen kwamen eigenlijk de QR-codes ook een beetje naar ons land. Ik denk dat 2012 zo'n beetje geweest is. En toen zijn we met Volkswagen gestart om te zeggen van wat gaan we doen? We gaan overal QR-codes op auto's plakken. Ja. En daar gaan we videocontent achter hangen. Want we waren wel zover dat iedereen eigenlijk dat beeldscherm al in zijn broekzak heeft zitten. Ja. Dus we hoefden niet te investeren in beeldschermen of dat soort dingen. Die hebben we in de zak zitten. De infrastructuur was eigenlijk geregeld. Dus wij hoefden eigenlijk alleen de content te realiseren. En die QR-code was een middel om snel tot die content te komen. Ja. We hebben dus nogmaals op die auto's hebben we verschillende QR-codes geplakt. We hebben heel veel onderzoek ook gedaan naar hoe ervaart een consument in een showroom dat. We zaten toen ook nog wel in een tijd dat je op zaterdag gewoon 10 bezoekers had, 3 verkopers. Mm-hmm. Dus van hoe vermaak ik eigenlijk de andere bezoekers in de showroom, de wachtende. Ja.
En het leuke was is inderdaad dat je op een gegeven moment zelfs zo ver ging. Dan scanden ze de QR-code. Dan werden ze eigenlijk begeleid in en rondom die auto. In het begin hadden we, dan scannen ze de QR-code en luisterden ze wat. Maar de drempel, dat ervaarden wij toen zo, dat mensen echt in die auto durfden te gaan zitten. Dat was eigenlijk heel erg groot. Weet je? Ja. En dat ze ook even die deuren durfden te sluiten. Even de radio aan durfden te zetten. En even te genieten van bijvoorbeeld het geluidssysteem wat in zo'n auto zat. Maar door eigenlijk die opdracht ook aan die klant te geven. Van oké, stapt u eens even lekker in. Gaat u eens even lekker zitten. En dan hadden we een naam voor die stoelen. Ik ben het alweer even kwijt. Ja. Let vooral op het Pioneer navigatiesysteem die in deze auto zit. Zet u hem eens even lekker aan. Gaat u eens even genieten van het geluid. U begeleidt ze eigenlijk in die hele auto. Ja. En het aardige was, want we hebben daarna ook veel consumenten eigenlijk geïnterviewd van hoe heeft u dat ervaren? Ja. En dat kwam eigenlijk heel positief kwam dat uit. Ja. Mensen ervaarden eigenlijk veel meer vrijheid dan wanneer er een verkoper naast hun kwam zitten. Hè? Mm-hmm. Die vaak met alle respect naar de rook stonk en dan toch probeerde zo'n auto te verkopen. Terwijl als je natuurlijk zelf die ervaring en mag hebben middels een QR-code en die drempel eigenlijk weggenomen wordt. Nou, en zo zijn we eigenlijk in dat hele videosysteem gerold. En samen eigenlijk met Volkswagen zijn we dat ook wel door gaan ontwikkelen. Ja. En gingen we eigenlijk inzien van videocontent, dat is een interessante manier, bereik wat je daarmee kunt creëren. En zo zijn we eigenlijk ook toen in samenwerking met Wiederdelt heb ik Erik gebeld. Erik van de Heuvel. Ik zeg, joh Erik, dit is ons idee, dit is ons plan. Ja. Alleen we hebben geen data. En jij hebt data, dus kom erop. Wij gaan er wat moois van maken. En toen is eigenlijk dat balletje gaan rollen. En zijn we vanuit een database, en dan moet je zo zien, we halen de gegevens daar netjes op. Welke foto's, informatie over de auto, hoe moet ik me dat voorstellen? Zo rijk mogelijke informatie willen we hebben. Dus hoe rijker de informatie, hoe beter. En inderdaad, het zijn aan elkaar geplakte foto's. Hè? Ja. Dat blijft zo. We hebben daarin doorontwikkeld. Sterker nog, er staat nu voor het nieuwe programma staat alweer op stapel dat we veel meer naar traders toe gaan. Dus dat we echt zeggen, we pakken random wat foto's. Ja. En we gaan dat nog weer op een andere manier weergeven. En dan moet je je voorstellen dat, ik noem even een voorbeeld. Het is live video bijvoorbeeld. Ja. Maar daarin zitten dan foto's verwerkt. En ik geef even een voorbeeld. Neem even een boom die waait. Ja. En vervolgens zitten in die boom hangen foto's die meewapperen. Okay, dus waardoor je bij wijze van spreken even dat echte, we proberen echt dat video heel dichtbij bij de foto's te brengen. En dat is weer de nieuwe techniek. En die voice-over, die maakt eigenlijk dat we toch de mogelijkheid hebben om die klant informatie te geven over die auto, want die normaal gesproken gelezen moet worden. Want wat zegt de voice-over? Gewoon dat het een Porsche 911 is van 2004? Of hoe moet ik mij dat voorstellen? Nee, we proberen eigenlijk die informatie wel echt, die voice-over echt rijk te maken. Hè? Mm-hmm. Dat is een merkmodel, dat ziet de consument ook wel. Maar het gaat er met name om de onderdelen die je niet direct leest. Of bijvoorbeeld als we richting winter gaan wij de voice-over in schieten op stoelverwarming, op alles wat met weer, dat je niet hoeft te krabben, dat je gaan we echt een beetje die kant op. Als het zomer wordt, gaan we het weer meer hebben over de airconditioning, het dak wat open kan. Je legt de prioriteiten waar ze horen. Ja, ja. Maar je komt in feite er niet op uit van op het moment dat het autobedrijf de content rijk aanlevert, kun jij er veel meer dingen mee. Absoluut. Op het moment dat ze de korte klap pakken, dus eigenlijk ABS, airco, automaat, en dat is het wel zo'n beetje. Ja, dan heeft de voice-over ook niks te zeggen. Beperkter. We halen wel data op. Hè. Ja, geautomatiseerd halen we data op. Ook van dus de fabrieksinformatie. En daarmee verrijken we het dan wel. Maar dat is eigenlijk wel inderdaad. Maar we zien dat eigenlijk dat het ook wel gewoon goed gebeurt. Dat autobedrijven gewoon die auto's wel goed willen adverteren. Ja. En dat over het algemeen wel goed ingevuld wordt. En daar wordt. Zie je de afgelopen jaren wel een verbetering in. Dat er meer content komt, meer creatievere content ook. Ja, en ik moet ook zeggen dat de partners met wie wij samenwerken daar ook wel heel erg actief op inspelen eigenlijk. Hè. Dat is ook zien aan de andere kant wat het gevolg is. Ja. Dus het wordt echt wel. In Duitsland is het eigenlijk nog weer een stap mooier. Daar kun je echt op een gegeven moment zelfs via onze partners aangeven wat jij de hoogste prioriteit op zo'n auto vindt om te benoemen. Okay. En daar spelen wij dan ook weer op in.
Ja, zoals bijvoorbeeld bij een MPV dat het een 7-persoons is in plaats van om met ABS te beginnen. Ja, correct. Wat mij ook fascineert in feite, als je kijkt naar de hele ontwikkeling van Google en dergelijke, van YouTube, is dat men nu al capabel is, zeg maar, om de tekst die er in de video staat uit te luisteren. Ja. En die ook organisch te kunnen weergeven. Ja. Is dat die voice-over ook daar, zeg maar, een invloed op heeft. He, omdat je daadwerkelijk informatie geeft waar die video over gaat. Ja. En dat en Google dat ook als het ware een SEO-waarde kan meegeven. Nee, klopt. Ja, dat is het mooie van eigenlijk de video's. Ik weet inderdaad, toen we begonnen met Wieder Delta, dat we eigenlijk iedere video die we produceerden, die zetten we op YouTube uiteraard ook. Puur en alleen voor de Google-ranking. Ja. We hadden een enorme Google-ranking. We gaven de juiste metatekst mee. Dus ja, we werden gewoon ontzettend goed gevonden. En ja, dat is nog steeds zo. Alleen ja, inmiddels bedienen we gewoon 2000 bedrijven. Dus is het aanbod ook gelijk weer groot. Dus moeten we ook weer op andere manieren zorgen dat we binnen Google beter gevonden, of tenminste goed gevonden blijven worden. Nou, en de combinatie content en gesproken tekst die daadwerkelijk over dezelfde content gaat, is natuurlijk een basisvereiste om in ieder geval een kans te hebben om gevonden te worden. Ja, nee, klopt. Ah, en wat wij nu eigenlijk ook doen, wat ook natuurlijk heel interessant is, is wij kunnen precies zien hoe lang iemand een video bekijkt. Ja. En, van die voorraadauto? Ja, van die voorraadauto. Ja. En wat we eigenlijk nu doen is, hè, als een consument meerdere video's bekijkt, en dan kijken van oké, deze op de bekijkt YouTube die... of op het eigen platform? Nee, op het eigen platform doen we dat. En het aardige is dat we die klanten eigenlijk in een remarketing traject gooien. Daar wil zeggen dat het is een klant die veel warmer is. Hè, want we zien eigenlijk van de eerste selectie blijft toch op foto's. Pas als men toch verder in het aankoopproces zit, gaan ze eigenlijk de video bekijken. En kunnen we ook zien van deze klant heeft hem nu 2 keer gekeken. Ja. Die moeten we gaan volgen. Ja. En dan overal waar hij zich dan natuurlijk op het internet begeeft, gaan we die specifieke auto tonen. Ja. Totdat die verkocht is. Dus je betaalt ook als autobedrijf nooit eigenlijk voor een campagne die eigenlijk al niet zinvol meer is, want je hebt de auto namelijk al verkocht. Nou, eigenlijk hebben we de focus de afgelopen jaren veel te veel gelegd op, hij zou de eerste keer moeten kunnen converteren, want anders is het een slechte campagne geweest. Ja. Terwijl het eigenlijk de aanzet is tot een veel langere customer journey, waarbij die misschien pas over 2 maanden converteert in een lead. Waarbij de eerste conversie, dus dat jij de eerste aanzet hebt gegeven, daadwerkelijk van belang is geweest om hem bij jou te laten bekijken. Ja. En daar hebben we nu veel meer aandacht voor dan dat het een paar jaar geleden is. Ja, mee eens. Alleen, kijk, wij stappen eigenlijk in op het moment dat die koop eigenlijk voor 80% in het hoofd gemaakt al is. Hè? Ja. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. En we zien eigenlijk ook dat die auto binnen een week verkocht is nadat ze die video bekeken hebben. Toch wel. Ja. Voordat we gaan verder gaan praten over Duitsland, even aandacht voor onze sponsors. Ja. Autodata Nederland. Beter taxeren, inkopen en verkopen? Dat krijg je voor elkaar met Autodata. Eigentijdse applicaties voor automotive professionals. Kijk voor meer info op www.autodata.nl. Taggle Auto creëert video's in seconden, welke geautomatiseerd worden toegevoegd aan uw advertenties. De kracht van Taggle Auto ook ervaren? Vraag nu de gratis proefmaand aan op taggleauto.nl. Ruim 2000 autobedrijven gingen nu voor. LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in 1 systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Weet u waar de knelpunten zitten en wat u eraan kunt doen om de kwaliteit verder te verbeteren? De onderzoeken van autobedrijf.tevreden.nl helpen u exact te bepalen waar eventuele verbeterpunten liggen voor uw dienstverlening. U krijgt real-time inzicht in klantervaringen. Deze reviews deelt u op uw eigen website, op autobedrijf.tevreden.nl, op opines.nl en de grotere occasions portals. Heel belangrijk voor de online vindbaarheid en promotie van uw bedrijf. En
Kees, nog even voordat we naar Duitsland gaan, nog even en ik had een vraagje. In de app hebben jullie een beetje hetzelfde als See It Now heeft, zeg maar, dat je ook zelf een video kan maken, bijvoorbeeld. Wat onderscheidt jullie product nou eigenlijk ten opzichte van al die andere oplossingen die er nu in de markt zijn? Nou, dat is een goede vraag. Wat wij eigenlijk doen met onze app. Je moet je voorstellen, wij maken geautomatiseerd sowieso standaard van iedere auto een video. Dus ja. Daarmee heb je het je voordeel hebt dat basiscontent. Je hebt een basiscontent. En die advertenties, er wordt volledig geautomatiseerd, worden die video's al toegevoegd aan al je advertenties. Op ja. Marktplaats, Scout, Track, Trader, maakt niet uit waar. De video zetten we erbij. En wat eigenlijk onze app doet, is je pakt eigenlijk de app erbij. Daar ja. zie je je totale voorraad staan. Ja. Je zegt vervang de video. En vervolgens kun je allerlei scènes opnemen. Die scènes bestaan uit fotomateriaal. Je kunt een foto maken. Je kunt een foto in de app zetten, zeg maar, of vanuit je filmrol halen. Je kunt live video creëren. Live video met voice-over en achtergrondmuziek. Live video waarvan je zegt van nou, ik wil het motorgeluid laten horen, valt de achtergrondmuziek weg. En al die scènes bij elkaar ja, maken wij weer eigenlijk een totaal video ja. van. En vervolgens als je zegt publiceer, staat hij ook gelijk bij al je advertenties erbij. Ja. Dus je hoeft niet meer met kabeltjes te uploaden en te doen. En daarnaast zit in de app eigenlijk een mooi systeem. Dat is namelijk de deelfunctie. Ja. En als je een video gemaakt hebt, kun je hem direct delen. Via Facebook, Google+, Twitter, e-mail, maar je kunt hem ook mailen WhatsApp. Naar je desbetreffende prospect die je net een lead heeft ja, ingeschoten. Ja, ja, dus je kunt eigenlijk twee dingen doen. Je kunt zeg maar, je maakt een live video algemeen ja. om bij je advertentie te plaatsen. En je kunt eigenlijk zeggen, ik maak een persoonlijke video. Dus stel dat jij zegt van, ik kan jou ook een video sturen van, joh Paul, ik heb deze auto voor jou. Ja. Ik moest aan jou denken, wellicht dat dit wat voor jou is. Ja. Ik stuur jou de video. Ik kan dan op dat moment ook precies zien hoe vaak of dat jij die video bekeken hebt. Ja. En zo ook mijn andere klanten die ik die auto specifiek gestuurd heb. Ja, en dan zie ik in mijn rijtje staan van, goh, Paul die heeft hem 10 keer bekeken en Piet 2 keer. Het wordt nu tijd om hem te bellen. Ik ga Paul als eerst even ja. bellen, want ik denk dat hij hem wel van ja. me afneemt. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de geintjes die wij met onze app kunnen realiseren. Ja. Hey, en dan fascineert me de volgende vraag eigenlijk. Hè? Want we hebben in Nederland een markt van 16, 17 miljoen mensen. Ja. En dan doe je toch de oversteek naar Duitsland. 80 miljoen. Waarom? Ja. Ja, wat wij eigenlijk zien, kijk, in Nederland, we hebben alle partners inmiddels aangesloten. Ja. We hebben de meeste autobedrijven zijn door ons benaderd. Ja. En ja, dat groeit eigenlijk nu geautomatiseerd. Ja. En het trucje wat wij hier doen, wij zijn ervan overtuigd dat we dat eigenlijk over de grens ook konden. Ja. Of kunnen. En we zijn, denk ik, een jaar geleden zo middels, zijn we naar Duitsland gegaan. Daar zijn we eigenlijk heel simpel begonnen door gewoon in 2 grote vestigingen video. Hè? Want als je met een stabilizer binnenkomt, telefoon erin, ja, je vraagt, ja. mag ik hier wat opnames ja. maken? Nou, dat mag dan dat? Al gauw. Ja, 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 en ja. ze vinden het ook maar wat interessant wat ja. je dan produceert. En vervolgens ja, komen daar marketingmensen van boven naar beneden ja. en vragen van, goh, wat zijn jullie aan het doen? En nou, dan kun je ook laten zien dat we binnen 30 seconden eigenlijk een video konden creëren van dusdanig kwaliteit die voor hun interessant was. En zo kom je dan eigenlijk van, goh, met welke partner werken jullie? En dan gaat het balletje rollen ja. voor ons. Dus we inmiddels hebben nu 3 partners eigenlijk enthousiast gekregen. Ja. En ja, daar hebben we nu met 2 partners de koppeling gebouwd. Hè? Want wij zijn wel altijd weer afhankelijk van het ontvangen van data. Maar de partners in die zin de portalen of nee, de softwareleveranciers? De softwareleveranciers. Okay. Dus in dit geval de autodata's en de ja. UCC's. En de, ja, van Duitsland? Ja, dan van Duitsland. Ja. En daar zijn nu 2 partners die de koppeling gerealiseerd hebben. Eentje staat nu echt live. Dus er worden de eerste klanten op aangesloten. Ja. En de ander zit nu in testfase. Ja, en we zien eigenlijk al dat het dat heel werkt. Goed gaat. Ja. Duitse stem erop, live ja, stem. Ja, ja. Dus vanuit, we zijn ooit begonnen met een computerstem. Ja. Inmiddels doen we echt alles live. Okay. Dus ja, klinkt gewoon fantastisch. En, leuk man. Ja, daar zijn we wel heel ja. erg trots op. Een grote markt, grote ja. uitdagingen. En echt autoland, hè, wat dat ja. betreft. Alle opties en accessoires zitten ja, daar ja. op de auto's. Ja. Dus je kunt helemaal los in je voice-over. En wat is nou voor jou het meest en de kenmerkende verschil tussen de een en de ander? Tussen de Nederlandse dealer, autobedrijf en de Duitser? Als je er één zou moeten pikken. Nou, dan ga ik toch voor kwaliteit. Dat de Duitser heel erg hamert op dat het goed moet zijn. Ja.
Is dat met wetgeving te maken of met cultuur? Nou, de wetgeving is daar inderdaad ook anders. Je moet je ook iedere maand opnieuw bewijzen. Want je kunt geen langdurige contracten in Duitsland afsluiten. Zoals wij in Nederland eigenlijk doen en ook gewoon nodig hebben, is dat we jaarcontracten sluiten in Nederland. Want onze kosten zitten met name in het begin van de periode. Dus we hebben dat jaar gewoon nodig om het terug te verdienen. En in Duitsland is het gewoon maandelijks opzegbaar. En niks, geen jaarcontracten. Je hebt je gewoon jezelf te bewijzen iedere maand opnieuw. En dat maakt voor ons enerzijds heel uitdagend en spannend. Ja. En kunnen we eigenlijk geen, hoe zeg je dat, steken laten vallen. Ja. En ik moet zeggen dat die Duitsers, als ze dan voor je gaan, dan gaan ze ook voor je. En weet je, dan staan ze echt achter je product. En ja, dan zie ik ook gewoon het enthousiasme bij hun dealer, maatschappijen en holdings. Die is dan ook direct groot. Dus ja. Ik vind het wel leuk dat je het zegt over die maand en het jaar. Hè? Want ik heb net een boek gelezen van Mark Benioff, van de oprichter van Salesforce. Ja. Zeg maar, toen de Excel uitwees dat het beter een jaar kon zijn, was hij toch wel heel snel over naar een jaar. Ja. Hè, dus dan zie je ook maar weer dat een maand wel de juiste marketing tool is. Ja. Want je moet je continu keer op keer bewijzen. Klopt. En nou, misschien hebben we er ook wel wetgeving voor nodig om het bij ons beter te laten landen. Ja, ja. Maar goed, hey Kees, social media. Ja. Doe je daar veel mee? Doe je er niet veel mee? Wat is jouw opinie daar, zeg maar, voor autobedrijven om online automotive, om daar succesvoller mee om te gaan in de online automotive? Ja, wij zelf als bedrijf, dat klinkt heel gek, doen er eigenlijk iets te weinig mee. Maar wij stimuleren wel de autobedrijven om juist heel actief mee bezig te zijn. Ja. Dus dat heeft een beetje te maken van, kijk, wij hebben een beleid gecreëerd bij ons, wat inhoudt dat wij eigenlijk zeggen van, ga het maar eerst gratis proberen. Hè. Ze krijgen bij ons allemaal de mogelijkheid om gratis ons product te proberen. Ja. Bevalt het niet, betaal je ook niks. Bevalt het wel, dan ga je de volgende maand eigenlijk betalen. Ja. Eigenlijk het model wat eigenlijk altijd werkt. Ja. Hè, om het zo maar te zeggen. En gek genoeg, en dat klinkt een beetje arrogant, hebben wij daar in social media nog even niet nodig gehad. Hè. We moeten het hebben van een beperkte groep. Hè. Zijn misschien 5.000-6.000 autobedrijven en die weten we eigenlijk op die manier eigenlijk prima te vangen. Ja. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de autobedrijven, ja, daarvan zeg ik wel van, jongens, Facebook is wel echt de place to be momenteel, wat mij betreft. En daarmee kun je je bereik eigenlijk enorm vergroten. Dus ik geloof heel sterk in Facebook. Ik heb het toevallig ook nu zelf ervaren. Ik gaf het net even in ons voorgesprekje ook aan. Ik heb dan een nieuw huis gekocht. En ben bezig met een vloer. Ja. En ik heb eigenlijk ook, zit je gewoon op Facebook te kijken. Hè? Want op een gegeven moment had ik in Amsterdam een vloerenboer. Ja. Moest ik best serieus geld geven, de vierkante meter. En de ander die deed het voor de helft van zijn prijs. Ja. En dan ga je toch denken van, goh, waar zit dan het kwaliteitsverschil? Ja. En op een gegeven moment gaf het andere bedrijf ook aan van, geef mij maar de materialen die zij gebruiken, ik ga jou laten zien, kom naar me toe, dat ik dezelfde materialen gebruik. Ja. He, want een medewerker van ons heeft daar gewerkt, dus wij kennen de materialen. Ja. Dus kom maar. Nou, doe je dan ook nog braaf. Ja. En vervolgens ga je Facebook checken. Ja. He, van hoe actief zijn ze op Facebook en hoe tevreden is hun klant. Ja. He, en dat zijn dan niet drie klanten die roepen van fijne vloer, geweldig. Nee, honderden. Ja. En dan creëer je zoveel vertrouwen eigenlijk. Ja. En ja, hebben ze mij direct als klant weten te boeken. En dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Van je Facebook, met Facebook kun je dat vertrouwen, dat verschil maken. Ja. En als ik nu ook naar die autobranche kijk, ja, het enige marketinginstrument wat we inzetten is eigenlijk prijs. He, het is heel beperkt. We kijken alleen nog maar van, goh, hoe leveren we zo goedkoop mogelijk? Maar voor de rest moeten we, hè, want dat is ook het argument wat wij het vaakst horen als we zeggen, jongens, je moet video inzetten, je moet met onze app gaan werken, je moet veel meer die consument naar die consument toe, hè, waarde creëren, beleving creëren. Ja. En dan is het van, oh, het draait allemaal om prijs. Ja, terwijl er toch maar altijd één de goedkoopste is. Hè? Ja. Dus alle anderen zullen toch op een andere manier moeten en willen doen. Ja. En we vergeten ook, en dat gaf je ook in de intake ook aan om aan storytelling te gaan doen. Ja.
Door meer te vertellen over onszelf, over het bedrijf, over de auto. Wat heeft hij mee, wat heeft hij meegemaakt? Waar komt hij vandaan? Ja. Daar is video natuurlijk het uitermate geschikt voor. Ja. Ja. Facebook video al helemaal. Ja, zeker. Ja. Ja. Zijn de social media kanalen in jouw beleving die voor autobedrijven onmisbaar zijn, behalve Facebook? Nou, kijk, als we YouTube onder social media verstaan, zeg ik, YouTube is eigenlijk ook onmisbaar. Maar dat is ook gewoon voor je Google-ranking goed om te doen. Of is social media niet meer de term, of is dat de huidige staat van het internet zoals we hem nu kennen? Ja, dat denk ik. Dat denk ik eerder. Misschien moet je heden. Ik vind dat altijd zo mooi van Coolblue. Coolblue is ook een klant van ons. Ja. Daar doen wij. We hebben ook een goed geplaatst. Dat is de veelplaatsmachine van Marktplaats. En als ik bij Coolblue ben, dan ademt alles social. Ja. En dat inspireert mij zo. Maar dat is niet specifiek social op Facebook of social op Twitter of in alles. Ja. En dat doen zij zo krachtig. Ja. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is voor eigenlijk alle bedrijven die, die moeten eigenlijk op die manier gaan werken. Maar als je nou hun als voorbeeld pakt, hè, en hun winnen veel prijzen, hun zijn, hun doen het op heel veel vlakken ook bijzonder goed. Ja. Wat is nou een van die dingen waarvan jij zegt van, joh, daar zouden autobedrijven echt van kunnen leren? Nou, dus de switch van de autobedrijven moet hem echt zitten in de medewerkers. Ja. Dat heb ik inmiddels meerdere malen, aan den lijve ondervonden. Mm. Ik geef best wel geregeld presentaties in het land. Ja. Dan heb ik ook een directie die roept van, jongens, ik verwacht van jullie allemaal 5 zelfgemaakte video's per week. Ja. Dus ze willen allemaal heel graag. Ja. Alleen de uitwerking blijft achterwege. En ik denk dat dat te maken onder andere ook heeft, we zijn in een heel ander landschap terechtgekomen. En die verkopers van vroeger, dat klinkt heel hard, maar daar heb je eigenlijk niets meer aan. Je moet of die mensen echt energie en tijd gaan stoppen om ze om te scharen. Eigenlijk opnieuw op te leiden. Dat moeten ze ook willen, want het is een hele andere tak van sport. Maar als je dat niet doet, dan kun je de vaste klanten blijven bedienen die je al jaren bedient. Ja. Maar je groeit niet meer. Nee, en ik denk dat jij dat ook hebt als ondernemer. Ik ben niet romantisch in het feit hoe ik gisteren mijn geld verdiende. Nee, daar een echt ondernemer zou dat inderdaad niet zo moeten doen. Want dan, dus en een verkoper ook zeker niet. En een autodealer al zeker niet, zeg maar. Nee. Als de klant veranderd is het onze taak als ondernemer om mee te veranderen met de klant. Niet andersom. Maar wat ik ook bijvoorbeeld dan zie, Paul, en dat, kijk, dan wordt er vanuit een directie bijvoorbeeld gezegd, jongens, we moeten het op deze manier gaan doen. Ja. En een mooi voorbeeld, en ik zal geen namen noemen, ik heb mijn auto ook in onderhoud bij een autobedrijf. Ja. Een Volkswagen dealer in dit geval. En 2 jaar terug zijn zij doorgeschakeld naar lage bureautjes. Hè? En als je dan voor je auto komt onderhoud, dan krijg je een hand en dan stellen ze zich voor. Moet je je naam zeggen en dan moet je eigenlijk gaan zitten. En dan wordt de werkorder erbij gepakt. Ja. En dat is dan sociaal. Hè? Want daarvoor stonden we en dan was het van, hier zijn de sleutels. Oké, we gaan het in orde maken. Tot ziens. Ja. Maar wat mij eigenlijk daar zo in stoort, is dat ik wil eigenlijk snel weg. Hè? Ja. Als ik daar ben, dan wil ik niet mezelf voor moeten stellen en een werkorder doornemen. En dat ik weer opnieuw, dat ik denk van, je onthoudt eigenlijk niet wie ik ben. Hè? Dus het is niet. Nou, eigenlijk, en stelen ze van je de tijd. Ze stelen mijn tijd. Ja. En dan denk ik bij mezelf van, een directie die heeft dat bedacht. Dat is leuk. Ja. Personeel wordt daarin opgevoed. Maar je zult eigenlijk moeten bedenken van, oké, personeel, ga je personeel eigenlijk opvoeden of opleiden. Hoe wil hij behandeld worden? Ja. Stel eerst aan mij de vraag van, goh, wat vindt u prettig als u auto komt brengen? Dan zou ik zeggen van, sleutel afgeven en me bellen als ik hem weer op moet halen. Ja. Niets meer dan dat. That's it. Zet dat in een computer. Stel je dan niet iedere keer opnieuw voor. Ja. Weet je, dat soort kleine dingetjes, daar zit het hem in. Nou, ik vind het fascinerend dat je dat dus zegt. Want vanochtend toen ik hierheen reed, ben ik een ontbijtje wezen halen bij de Shell. Ja. En het irriteert mij al
dat ik moet pinnen, waarbij ik niet meer contactloos kan pinnen, maar waarbij ik de pinapparaat erin moet steken. Ja. Dat scheelt mij 4 seconden. Ze pakken mij 4 seconden af. Ja, maar zo werkt het. Maar we zitten in 2016, 2017. Ja. Tijd is belangrijk. Ja. Ja. En tijd is ons grootste goed. Ja. En of het nou 4 seconden daar is of 2 minuten daar is, op het moment dat het niet meer hoeft, willen we het eigenlijk niet meer. Nee, en dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, dat is eigenlijk wat ik zeg inderdaad. Ja, ja. En de Kees, laatste vraag. Hoe kunnen mensen met jou in contact komen? Om meer te weten over Tegel Video, TSN. Nou, door naar www.tegelauto.nl te gaan. Yeah. Daar kun je direct in contact komen. Kun je ook je proefmaand afsluiten. Hè? Yeah. Want eigenlijk is dat heel eenvoudig. En zij kunnen we uiteraard... Zonder belemmering, hè? Zonder belemmering, ja. Je zit, wat dat betreft, het is ook niet van... Goh, als je niet opzegt, loopt het door. Nee. Je hebt echt een maand gratis proef. En dan stopt het ook als je ermee zou willen stoppen. En via e-mail, via mobiel. Ze kunnen me op alle manieren bereiken. LinkedIn, ga zo maar door. Okay. Hey Kees, ik wil je bedanken voor het feit dat je sponsor wilde zijn van de DZW-podcast. Ben ik je zeer erkentelijk voor. Hè? Ook wij hebben altijd sponsors nodig. Zeker mensen die in je geloven in het concept wat je uit wil stralen. Desalniettemin ben je ook een van de weinige mensen in de online automotive die de afgelopen jaren door middel van kennisoverdracht, workshops, presentaties, autobedrijven hebben beter willen maken in de mogelijkheden die online ons geeft. Door middel van video in jouw geval. Dank je wel daarvoor. En ik hoop je nog zeker snel weer terug te ontvangen hier bij de DZW-podcast. Dank je wel. Hartstikke bedankt. Bedankt voor het luisteren naar Digital Car Dealer Workshop, de podcast. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending met wederom een interessante gast en boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie en de notes van deze uitzending op www.dcdw.nl/podcast. En wilt u meer weten over DZDW? Kijkt u dan op dcdw.nl. De DZDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl. Marktplaats. Autodata Nederland. Tegel Auto. You name it. En tevreden.nl.